Hij had dit project graag al vorig jaar willen presenteren. Het heeft een beetje vertraging opgelopen door onze goede kameraad Fijn de Dekker, die uiteraard ook als een van de bezielers van het Klokseel verbonden was met dat project, maar dan helaas ziek geworden is. Maar we vonden het wel fijn van deze tentoonstelling aan hem op te dragen. U gaat trouwens merken dat Fijn zeer expliciet aanwezig is met fantastische tekeningen. Goedenavond Hubert, de tentoonstelling is hier geopend van Klokseel. Jij was een van de hoofdredacteuren. Vertel eens, hoe kijk jij daarop terug op die periode? Wel ja, eigenlijk was Ruffin een beetje de aanstoker van de hele stadskrant. En ik moet zeggen, in die tijd waren de stadskranten overal een beetje verspreid in Vlaanderen. Dat is ook allemaal ongeveer rond dezelfde tijd een beetje afgelopen. Goed, het gaf eigenlijk een beeld van de stad, zoals dat je nu kunt zien hier op de tentoonstelling. Wat er allemaal groeide en bloeide, vooral ook in het middenveld, maar in het sociaal-cultureel leven enzovoort, kwam daar echt heel erg aan bod. Ja, Jacques Timmermans, we staan hier op de tentoonstelling van het Klokseel van de krant. Vertel eens, ik heb er u toch hier wel een paar keren tussen zien staan. Ja, in tijd, vanaf de jaren 70 al, was ik schepen in Ninove, klein Ninove nog. Maar dan de grote ommekeer vanaf 76, groot Ninove. Ja, was er natuurlijk met de coalitiewisseling een strijd CDM met CVP toen. Die wij dan opgeblazen hebben. En dan met Kozijns. En dan werd ik natuurlijk de schietschijf van al wat oppositie was. En ook natuurlijk achteraf met Jean Kozijns en Louis Waldniel was dat dan ook natuurlijk verkeerd gelopen. Dus ik heb zo met alles wat meegemaakt. Maar ook toch vele projecten die ik nu nog zie, waar ik toch tevreden mag zijn, waar ik wel het vuur aan de lont gestoken heb. Dus, ja. Ja, en voor de mensen die het natuurlijk niet meegemaakt hebben, hoe zag die krant er zo wat uit en hoeveel keer verscheen die? Die verscheen maandelijks. Dat werd gedrukt op een... In goede tijden op 2000 exemplaren, maar goed, die werden nooit allemaal verkocht. Ze werd veel gelezen, maar weinig gekocht. Hè? Dat was niet altijd voor ons zo positief. Maar goed, we hebben ze toch altijd kunnen klaarmaken, die kranten. Het is altijd een hele opdracht geweest van die elke maand met vrijwilligers. Want dat is heel belangrijk om te zeggen. Dat die krant eigenlijk dreef volledig op geen enkele subsidie. Hè? Dus dat was volledig op vrijwilligers. En om dat elke maand klaar te krijgen in het manuele tijdperk. Want dat was nog voordat er één pc was. Dus we hebben nooit een pc gehad in onze redactie. Dus dat was altijd een hele opdracht. Dus maandelijks was al meer dan voldoende voor ons. En wat voor een team zat daar dan eigenlijk achter? Wat voor een soort mensen? Je kan zeggen dat die toch wel een beetje uit de progressieve middengroep van de maatschappij kwamen. Ik ga niet zeggen, mensen die toch een beetje kritisch waren tegenover beleid, maar zoals ik ook al gezegd heb, toch altijd met de blik vooruit en met een constructieve kritiek. Hè. Dingen die niet juist waren, werden aangekaart, maar er werd altijd een tegenargument gegeven waarom iets niet kon. En als ik mag zeggen, er zijn bepaalde initiatieven genomen vanuit de stadskrant, werkgroep Leefmilieu, maar ook de werkgroep Abdij, die ooit een vergadering of een tentoonstelling hebben georganiseerd rond de Abdij, waar hier in Ninove toch een 4000 mensen op afgekomen zijn. Als je dan ziet ook de werkgroep Leefmilieu, die via de stadskrant zich openbaarde. De voetgangersbrug over de Dender, die er nu ligt, effectief ligt. Dat is eigenlijk allemaal ideeën die 40 jaar geleden ontstonden. Dus vanuit die groep van mensen is dat gekomen, ja. Jij bent hier ook te gast op de tentoonstelling van het Klokseel. Ja. Jij was een vaste lezer van het Klokseel. Ja, ik was vaste lezer van het Klokseel, zeker en vast. In de periode van 1980 was ik voorzitter van de cultuurraad en af en toe... Ik zal zeggen, bijna in iedere editie kwamen wel aspecten van de cultuurraad tot uiting. En dus was ik altijd heel geïnteresseerd om dat te zien en om dat te lezen. Ja. En heb je dat dan ervaren, wat er dan in te lezen stond? Wat vond je ervan wat je las? Geweldig, hè? Dus dat hadden wij nog in Ninove nog niet gezien. Hè. Tot dan toe was het de Denderklok. Hè.
die trouwens in die periode eigenlijk na 60 jaar gestopt is. Maar dat was helemaal niet te vergelijken met wat dat Klokscheel ons bracht. Dat was eigenlijk nog niet gezien in Ninove. Een krant die toch wel wat kritisch kon zijn ook. En die dat met een bijzonder veel humor kon doen. Zodanig dat zelfs zij die er af en toe een keer een flinke beet van kregen, toch ook nog konden mee lachen. Hoe is dat om u nu hier te zien dan in die verzameling? Voelt dat niet wat raar? Ja, dus het pakt mij voor een stuk zo, omdat er vele herinneringen oproept. Van discussies achteraf ook. En dus nu, ja, het is zeer aangenaam om te bekijken. Maar ik denk dat dat nu mankeert. Om de actualiteit meer op zo'n wijze, ludiek, toch een keer scherpzinnig, een keer kritiek, ja, dat zou weer opnieuw moeten mogen. Wel eens, ja. Ja, dat moet toch wel wat raar zijn, denk ik, om dan bepaalde discussies inderdaad terug te herbeleven, zo te zeggen. Maar heb je de indruk dat dat nodig was, die krant? Ja, ik vind dus, dat gaf ook aan de mensen, aan de bewoners zelf, inzicht. Want nu, ik denk dat niet Nelf van Ninove nog weet wat er op stadhuis of zo gebeurt. Er is wel de sociale media, maar ja, de grootste hoop van oudere mensen hebben daar geen boodschap aan. Waar is nu nog de actualiteit over het Ninovse gebeuren? Zeer weinig, denk ik. Allee, ja, ik ben zelf ook geen man van de sociale media. Ik kijk wel naar Facebook en zo, maar ik werk daarmee niet. En, dus ik denk dat er een gans dingen verloren gaat van de huidige actualiteit. Spijtig, ja. Ja, Ruffijn is er hier natuurlijk nu niet meer bij. Dat is toch een wat raar gevoel, nee? Dat is een zeer raar gevoel voor ons. Want ik moet zeggen, ook de tekst die ik nu gezegd heb hier op de receptie en ook de hele tentoonstelling, dat is eigenlijk met hem in het achterhoofd. Dus dat weegt op iedereen van ons, op de hele groep, nog erg zijn afwezigheid. Ik moet zeggen, dat is niet uit te wissen. De stempel die Ruffin, ook op dit niveau, want hij heeft zoveel andere dingen gedaan, die hij op deze krant gedrukt heeft. In elk geval, ja. Heb jij daar inspiratie uit gehaald of heeft de cultuurraad daar inspiratie uit gehaald? Wel, er was bijna een constante samenspraak. Niet in die zin dat wij op een of andere manier iets beïnvloeden. Maar wij vroegen ons toch wel altijd af van wat gaat het Klokscheel daarvan denken. Als we dit doen, als we dat doen en zo. Dus in die zin, ja, het Klokscheel speelde onderhuids wel een rol in alles. Ja. Jij was een vaste lezer van het Klokscheel. Ik was een vast medewerker bijna, gevraagd door hen, hè, en opgevoerd door hen. Maar dat was plezierig, hè, ja. Ja, en je bent dan verhuisd uit Ninove. Hoe is het dan om dat nu allemaal terug te zien hier vanavond? Geweldig. We zijn speciaal van dienst gekomen, mijn vrouw en ik, om dat hier een keer mee te maken. En ik heb trouwens gezien dat ik er zelf ook nog in mijn interview in sta. Ik moet dat absoluut een keer terug gaan lezen, want dat is veel te lang geleden. Ik was dat al vergeten. Maar het is geweldig om dat te zien. En ik vind het ook een geweldig initiatief om al die Klokscheels te digitaliseren. En op die manier kan dus iedereen al die edities alweer een keer terug opnieuw lezen. Ik zal het zo zeggen. Dus ik heb nog wel wat werk om dat allemaal eens terug te lezen. Ja. Ik ga dat hier vanavond niet doen. Vanavond ga ik vooral naar de foto's kijken en de sfeer opsnuiven. Ja, en nog tot 22 december kunnen de mensen naar hier komen. Waarom moeten ze volgens jou echt wel eens naar hier komen? Om een beeld te krijgen van wat er toen aan organisatie in de stad leefde, van groepen die er waren, die uit eigen beweging dingen deden, die we nu nog amper zien. Om te weten wat er leefde in de stad aan cultuur, veel meer dan we denken. De werking van de cultuurraad in die tijd was ook veel krachtiger dan nu. Om daar een goed beeld van te krijgen is deze haak, de Stadskrant als haak, om deze tentoonstelling aan op te hangen, eigenlijk een geweldig goed beeld van de geschiedenis van Ninove in die
context. Ja. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.